Na een maandenlange verkiezingscampagne weten we binnen een aantal dagen wie de volgende president van de Verenigde Staten wordt. Bij ons in de studio, Bart Bolhuis, campagnestrateeg en podcastmaker. Meneer Bolhuis, van harte welkom in de uitzending. Bedankt. De verkiezingen, de campagne is ontzettend spannend. Ja. Wordt het Harris of wordt het Trump? Is het eerder zo spannend geweest? Ja, ja zeker. Ja. Uh, in 2000 uh, in Florida zijn ze nog een maand bezig geweest om uh, stemmen te tellen. Uh, tussen Bush en zijn tegenkandidaat. Dus mm. dat is al wel eerder gebeurd. Maar het is ook wel eens minder spannend geweest dan deze ja. keer. Ja, dus ja. Nou ja, het is aardig spannend. Um, hoe kan het eigenlijk, want het is nog heel erg onzeker van wie wordt het, wie wordt het niet. Daar gaan we het later ook nog over hebben. Maar hoe komt het dat het zo nek aan nek gaat op dit moment? Tussen Harris aan de ene kant voor de Democraten en Trump ja. aan de andere kant voor de Republikeinen. Nou, dat heeft alles te maken met het kiesysteem dat ze in Amerika hebben: met een uh, electoral college, zoals dat heet. Ja. Dus uh, elke staat heeft een bepaald aantal kiesmannen. Dus uh, grote staten hebben er ongeveer 50, kleine staten, de allerkleinste hebben er drie. Mm -hmm. um, en degene die percentueel de meeste stemmen krijgt in een staat. Die krijgt dan alle, die kiesmannen. Krijgt alle kiesmannen. Alle ja. kiesmannen. En dat zorgt ervoor dat uh, van veel staten nu al wel duidelijk is wie er gaat winnen. En dan, daarom spitst het zich toe op nog een paar staten. Zeven mm -hmm. Staten, die noemen ze dan Swingstates, slingerstaten. Die uh, kunnen elke kant nog opzwaaien. En daarvan is het onzeker welk kant het opgaat. Mm. En dat is precies dat middengedeelte waar ze nu beide al hun geld, al hun vermogen, al hun inspanningen op gooien. En het kan alle kanten opgaan. Maar zegt u eigenlijk van nou, het ligt vooral aan het kiesysteem dat het nu zo spannend is, of is het überhaupt spannend omdat, ja. omdat Amerika heel verdienen. Is op dit het, het is zeker zo dat het unieke aan Amerika is dat je en eigenlijk altijd twee partijen hebt en dat het altijd ongeveer 50-50 is. Ja. Maar het, het kiessysteem helpt niet mee, laat ik nee. het zo zeggen. Anders, uh, als het gewoon een popular vote zou zijn, dus gewoon op basis van het aantal stemmen, ja. dan zou het wel eens minder spannend kunnen zijn. Ja, op welke doorslaggevende factoren moeten we letten tijdens de uitslagenavond? Nou, dan is het bij ons inmiddels alweer de ochtend. Ja. het in Amerika de uitslagenavond is. Maar wat zijn een beetje de dingen waar, waarop u gaat letten? Uh, ik ga vooral letten op, op die swingsters. Dus. Uh -huh. dus dat zijn zeven staten waarvan Pennsylvania de grootste is. Uh -huh. Dus ik zou zeggen, als we weten wie Pennsylvania wint, dan weten we al echt heel veel. Yeah. Uh, maar ook de andere uh, zeven staten, yeah. North Carolina, uh, Georgia, Wisconsin, Michigan, Nevada en Arizona. Als we die weten, dan weten we eigenlijk wel. Dan weet wordt. je. Alleen het gaat nog maar zeer de vraag zijn of we het werkelijk weten. Ja. Dus, want, uh, we hopen natuurlijk over een paar dagen het te weten, maar het ja. zou maar zo kunnen zijn dat het zo spannend is, ja. of dat bijvoorbeeld allebei de kandidaten zeggen dat ze hebben gewonnen. Nou, dan zijn we misschien nog wel een maand verder voordat we het echt weten. Een maand verder zelfs. Uh, Oké. Okay. Dat zou best kunnen. Ja. Welke rol speelde, zeg maar, als we kijken naar verschillende accenten die de verschillende presidentskandidaat leggen in de campagne. Wat zijn een beetje de grootste verschillen tussen Trump en Harris? Ik, ik denk dat, als je het kort zou moeten samenvatten, dat uh, Trump... Trump's slogan is natuurlijk heel bekend, make America great again. Mm -hmm. En dat gaat over een soort van idee van grootsheid die het land ooit had... toen het uh, een sterke speler was internationaal, toen het economisch succesvol was. En daar wil Trump naar terug. En dat wil hij op een toch wel pragmatische wijze eigenlijk bewerkstelligen. Hij wil Amerika in ere herstellen. Ja, zo presenteert hij het. En dat heeft onder andere te maken met dat hij... Uh, een kleinere overheid wil, dus met uh, minder bureaucratie. En hij wil ook op het internationaal speelveld. Uh, wil hij eigenlijk toch nou, uh, steviger ingrijpen. Mm. Aan de ene kant Amerika meer terugtrekken uit de internationale politiek. Maar aan de andere kant ook een grotere stempel drukken. Dus dat, uh, dat hangt een beetje af uh, per onderwerp. Ja, yeah, dat is Trump. En Trump. En Harris zie Harris, je uh, de democraten die hebben een wat meer, nou ik zou zeggen, sociale inslag. Die zijn veel bezig met het verheffen van kwetsbare mensen. Ook meer de minderheden. Ook wel uh, LBTI-emancipatie. Dat soort thema's. Uh, abortus is voor hun een groot thema, omdat een meerderheid van de Amerikanen uh, uit peilingen blijkt voor abortus is. Ja. Uh, Gaan dus die de... wetten willen ze versoepelen. Ja, de Democraten willen heel ja. graag dat er meer beschikbaarheid van abortus komt. En daar leggen ze een grote nadruk op in hun campagne. Ja, buitenlandbeleid. Je hebt ja. het net al even genoemd. Trump die zegt van aan de ene kant wil hij die, wil die zich meer terugtrekken. Aan de andere kant meer spierballen laten zien. Ja. Welke rol speelt het buitenlandbeleid van Amerika in deze verkiezingen? Ja, een grote rol. En dat heeft aan de ene kant te maken met Oekraïne en Rusland. Ja. Dat je ziet dat. Kamala Harris, eigenlijk, is voor het onverkort steunen van Oekraïne. En Trump daar toch wat nou, terughoudender in is. Sommige mensen vinden het wel heftig dat zoveel belastinggeld van hun rechtstreeks naar Oekraïne gaat. Dat ze voor. Amerikanen toch nog wel wat verder weg dan voor ons hier in ja. Europa, um, maar ook Israël speelt een hele grote rol. Mm -hmm. En wat dat betreft zie je juist dat Kamala Harris daar weer wat voorzichtiger in is om echt te zeggen dat ze, nou, de steun blijft uitspreken aan de staat Israël, terwijl mm -hmm. Trump over het algemeen wel uh, toch lijkt te zeggen: ik steun net aan jou door dik en dun mm -hmm. wat er ook gebeurt. Ja, en leg dat ja. uh, nog eens wat dieper uit, want Israël heeft inderdaad uh, tot nu toe heeft elke presidentskandidaat in de geschiedenis van Amerika altijd zijn steun uitgesproken voor Israël, of het nou Democraten waren over Republikeinen. Hoe ja. zit dat eigenlijk op dit moment? Ja, er is natuurlijk een historische band tussen de Verenigde Staten mm -hmm. en Israël. En ik, mijn indruk is ook dat Kamala Harris uh, die band ziet en ook zal blijven bevestigen. Mm -hmm. Zij heeft echter wel te maken met een deel van haar achterban die zeer links is en pro-Palestina. Mm -hmm. En die ook druk op haar uit oefenen. Die zeggen, ja, we gaan, we denken er wel na om niet op jou te stemmen. Ja. Of jou niet meer te steunen als jij door blijft gaan met het steunen van Israël. Oké. Okay. Dus Aan... dat betekent dat zij een stuk kritischer staat tegenover Israël. Ja, ja zij, zij zal zeker ook Israël willen houden aan het internationaal recht mm -hmm. en VN-resoluties uh, en alles wat daarbij komt kijken. Ja. Als je kijkt naar Trump, dan zegt hij nu dat hij Israël steunt mm -hmm. door dik en dun. Maar ook Trump is daarin wel eens wat ambigu geweest. Mm -hmm. uh, omdat Trump ook wel eens zegt: van joh, wij hadden niet naar Irak moeten gaan, wij hadden niet naar Afghanistan moeten gaan, wij, wij moeten eigenlijk weg uit al die ja. uh, wereldconflicten. En uh, nu heeft hij nogal stoere taal ten opzichte van Iran. Maar stel stel je voor dat het echt een oorlog wordt tussen Iran en Israël, dan wat is niet ondenkbaar wat is. Gebeurt, ja. ja, wil hij zich dan een oorlog in laten ja. rommelen of niet? Maar ja, de andere kant is wel van het uh, Midden-Oosten rommelt nu enorm. En dat gaat uh, morgen uh, tijdens de verkiezingsdag niet voorbij zijn. Wat nee. gaat er gebeuren zeg maar, in de internationale verhouding als of Trump uh, president wordt of Kamala Harris? Ja, dat is een grote vraag. En mm -hmm. ik, ik durf wel te stellen dat zowel Israël als Iran eigenlijk wachten op de uitslag. Mm -hmm. Uh, omdat Bedoelt het natuurlijk. Uh, nou, omdat voor Israël maakt het natuurlijk wel uit of zij. Nou ja, door hmm. escaleren naar Iran, om het maar even zo te noemen. Of zij verder actie ondernemen richting Iran. Als zij weten dat ze de steun hebben van de Verenigde Staten. of ja. niet. En voor Iran uh, is hetzelfde geval. Ja, gaan zij uh, door met provoceren richting Israël. Ja. Als zij weten dat Israël de steun heeft van Amerika. Ja. Dat heeft grote consequenties. Nu heeft Trump een, ook al een ambtsperiode op zitten. Ja. Uh, hoe wordt er door mensen gekeken, zeg maar, in, naar, door de bril van hij is toch een ervaren president. Ja. Hij heeft het al een keertje gedaan. Ja. Wekt dat ook wat meer vertrouwen? Van? Ja, de mensen weten waar ze aan toe zijn bij Trump. In de zin van. <laughs> niet alles is voorspelbaar bij Trump, maar ze weten ja. in ieder geval wel. Toen had ik in ieder geval meer te besteden. Dat ja. beeld is er. Dat komt ook omdat er daarna inflatie is geweest. Uh, de supermarkten zijn duurder geworden. Zorgkosten zijn duurder geworden. Dus mensen hebben het idee. Als ik voor Trump stem, dan. Dan komen al die dingen. Dan goede gaat het economisch beter ja. met me. De, de vraag is of dat helemaal zo uitkomt. Want die inflatie kan je niet zomaar terugdraaien. Uh, en ja. het is ook zo dat Trump juist ook. Tarieven wil gaan opwerpen uh, op de import van het buitenland. Uh, mm -hmm. Voor China soms wel 60 procent. Waardoor spullen weer duurder worden. Waardoor eigenlijk in eerste instantie de spullen duurder worden. Maar de gedachte van Trump is, de gedachte van de Amerikanen is: ja, dan zullen die bedrijven naar Amerika komen. Mm -hmm. Er zal meer werkgelegenheid komen voor Amerikanen. En uiteindelijk lost zich dat op en zal ja. dat goed komen voor de economie. Als we kijken naar de campagne, want u bent ja. campagnestrateeg. Ja. Um, hoe hebben ze het gedaan? Um, ik denk uh, om even te beginnen bij de Democraten, uh, dat zij een slimme move hebben gedaan door, door Biden te vervangen voor Harris. Mm. Uh, Biden, zeker met het debat uh, met Trump, daarna leek hij wel uitgespeeld. Dat is wel een hele late wissel. Een hele late wissel. En dat was ook gelijk het risico. Want heeft Harris echt de bekendheid om populair genoeg te zijn om president te worden? Mm. Dat leek heel lang eigenlijk wel zo te zijn. Ja. Tot begin uh, oktober stond zij voor in de peilingen. En sinds uh, oktober is eigenlijk Trump omhoog gegaan, omhoog gegaan. En... Hij nu eigenlijk voorbij ja. Harris te gaan. Ja. En je ziet dat Trump, toch, denk ik, van de twee het best heeft begrepen of het best aanvoelt wat er leeft bij de, ja, de, bij de gewone, de gewone Amerikaan. Om het mm -hmm. maar even zo te zeggen. Wie dat ook mogen zijn. Ja. Hij weet best het, het, best het ongenoegen te verwoorden combineert dat met hele ludieke acties... door bij de McDonald's uh, aan de slag te gaan... door uh, in een uh, vuilniswagen te gaan zitten. Heeft de moordaanslag op Trump heeft nog impact gehad op de campagne? Uh, oh, en die zou je haast vergeten, hè? In, 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 in al het campagnegeweld, uh, de moordaanslag, absoluut. Ook wel tot zodanige proporties... Dat, er ook wel, dat de campagne er gebruik van maakt om te zeggen... ja, God heeft Donald Trump beschermd... dus mm. God staat aan de kant van Donald Trump. Nou... Uh, in Nederland vinden we dat iets spannender natuurlijk ja. om dat soort uitspraken te doen. In Amerika, in Amerika is dat iets normaler om, om ook de religie zodanig uh, in de politiek te betrekken? Ja, dat brengt me gelijk ja. eigenlijk bij mijn, bij mijn volgende punt. Want uh, heel veel Amerikanen beschouwen zichzelf als, uh, als religieus, als christen. Um, hoe, hoe, hoe belangrijk is die christelijke stem in deze verkiezingen? Ja, de, de enorm belangrijk. Mm. Uh, 75% van de Amerikanen uh, voelt zich verwant met het christelijk geloof. Mm. Daarvan is 50% protestants en 25% evangelisch. Dus dat is allemaal lekker in, in hokjes op te delen. Ja. En vooral evangelische zijn een groep die uh, zich verwant voelen aan de republikeinen. Ja. Uh, dat heeft te maken met traditionele waarden op het gebied van het huwelijk, op het gebied van mm. abortus, dat soort thema's. Is het ook bij deze verkiezingen zo dat de, de christenen of de evangelische. Dat hij met name republikeins gaat Nou, Je ziet een interessant onderscheid, namelijk dat onder witte evangelische uh, de voorkeur voor Trump enorm is, 80%, mm. maar onder zwarte evangelische juist de voorkeur voor Kamala Harris heel groot is. Dus je, je ziet daar een onderscheid op basis van afkomst, ja. die toch wel interessant is uh, om te analyseren. Waar komt het dan vandaan? Ik denk persoonlijk. Uh, dat Trump is, uh, nou, dat, dat, daar hoeven we niet ambigu over te zijn. soms wel beledigend ten opzichte van uh, etnische minderheden mm -hmm. geweest. En dat helpt uh, niet mee in zijn campagne. Nee, ik denk niet dat zwarte Amerikanen zich veilig nee. voelen bij een presidentiële periode van Trump. Aan de andere kant, uh, zoals u net noemde, is uh, zeg maar op, op thema's zoals abortus. is uh, het republikeinse standpunt toch meer zeg maar, de orthodox-christelijke ja, standpunt. Ja, exact. Dus je ziet daar ook heel veel discussie over binnen, mm -hmm. onder christenen ook in Amerika. Mm -hmm. dat, dat gaat echt. Los op, op, op media dat uh, mensen verantwoorden waarom ze op de Democraten gaan stemmen terwijl ze het niet eens zijn met de uh, ethische standpunten. Dat ook nee. mensen verantwoorden waarom ze op Trump stemmen terwijl ze eigenlijk zijn gedrag en zijn moraal niet ja. goed vinden. Uh, ja, dat is een zoektocht. Ja. Uh, en ik had een, een toevallig was een vriend van mij uh, over de vloer uit Amerika afgelopen week. En die zei dat hij het toch wel verbaasd was. Want in Amerika, zeker in zijn bubbel, uh, is gewoon de verwachting als christen stem je op Trump. Maar hij ontdekte dat juist in Europa en Nederland eigenlijk de verwachting wel veel meer is. Nou ja, je gaat toch wel op Harris stemmen, Want, mm -hmm. want Trump. Dat Trump is, toch is een al, beetje onverleid. Ja. 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 Dus dat vond hij een beetje gek. Dat was voor hem weer heel verwarrend om te ervaren. Ja, ja. 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 nou goed, uh, morgen zijn, is dus die verkiezingsdag. U legt al net uit van het zou zomaar ook een hele tijd kunnen duren voordat we echt zeker weten wie de volgende president ja. van de Verenigde Staten wordt. Maar hoe ziet uw verkiezingsnacht eruit? Oh joh. U gaat het volgen. Zeker, ik zeker. Ja, ja uh, en ik, um, ik, ik maak een podcast over de Amerikaanse aanpak, heet dat. En uh, ja, wij, wij gaan het volgen. Ik ga naar de President's Night. Dat is uh, georganiseerd in Amsterdam. Mm -hmm. Nou, daar ga ik de hele avond denk ik gewoon met een koptelefoon op zitten... om die ja. uitslagen te kijken. Ja. Um, en uh, tot diep in de nacht zal dat doorgaan. Wat vindt u het spannendste eraan? Want los van wie er wint, ja. allebei is... Een soort van, gaat een schok door de andere helft van Amerika heen. Uh, nou, dat vind ik er misschien wel spannend aan. Mm. En, en wat het wordt, uh, ik, ik vind denk ik wel, als, als Trump president wordt, los van mijn inhoudelijke voorkeur, mm. denk ik wel dat er grotere veranderingen uh, te komen staan. En dan denk ik vooral aan een situatie in Oekraïne, Rusland en in de Gazastrook. Mm. Wat de implicaties daarvan zijn, kan ik echt niet inschatten. Maar nee. dat het een verschil gaat maken, dat, dat is zeker. En als Harris wint? Ja, dan, dan behouden we iets meer het status quo. En ik denk ja, vanuit een Europese, puur vanuit een Europese politiek perspectief, is dat fijn, omdat dat is gewoon wat berekenbaarder. Dus daar kan je ja. makkelijker beleid op maken vanuit Europese opzicht. Maar ja, voor een Amerikaan uh, zal die beleving misschien heel anders zijn. Ja, kan ik u even uh, leiden tot een, uh, een uh, prognose of uh, wordt het lastig deze week? Uh, goh, ik. Ik, ik denk dat Trump, Trump gaat. De, misschien is dit de makkelijkste pro, prognose. Mm -hmm. Trump gaat sowieso zeggen dat hij heeft gewonnen. Uh, en ik denk ook wel dat hij gaat winnen. Ja. Uh, dus nou ja, toch, dan heb je. Nou, het prognose. blijft in ieder geval ontzettend spannend. Ja. <laughs> Dank voor uw komst naar de studio, meneer Bolhuis.